Het is wel een precies werkje, hè, Noeray? Klopt. Er is echt veel aandacht nodig. Je moet echt secuur te werk kunnen. Noeray Baran sorteert bij DZB bouten en moeren uit de motoren van KLM-vliegtuigen. Het is werk dat de KLM sinds kort heeft uitbesteed aan DZB, waar mensen met een arbeidsbeperking werken. Het is een tijdrovende klus die vanwege de strenge eisen in de luchtvaart met grote precisie moet worden uitgevoerd. Vind je het niet saai? Ik vind het niet saai om eerlijk te zeggen. Nee. Ik hou van mijn werk, ik hou van mijn collega's, dus het blijft nog goed. Het sorteerwerk van de duizenden bouten en moeren die bij een onderhoudsbeurt uit een motor komen, laat de KLM liever over aan DZB. En sinds het begin scoort DZB de gevraagde 99% en zelfs af en toe 100%. Dat is echt ongekend. En wat gezien mag worden als een beperking voor hun, is juist het talent wat wij heel goed konden gebruiken. De mensen die daar werken kunnen heel lang, heel geconcentreerd werken en doen dus hartstikke goed werk met betrekking tot sorteren en tellen van de bouten en moeren. Mensen kunnen wel een arbeidsbeperking hebben, maar dat is voor iedereen is dat wat anders. En er zijn ook gewoon mensen die wel een arbeidsbeperking hebben, maar die heel nauwkeurig en precies kunnen werken. En dat is wat we hier doen. Wat moet je nou precies doen? Ik kijk of de boutjes wat mankeren. En als ze wat mankeren, haal ik ze eruit. En dan tel ik het opnieuw en ik kijk ook naar partners of ze dat goed hebben gedaan of aantal. Dus ja, zo sorteren we opnieuw. En zijn jullie trots op dat jullie voor KLM werken? Nou, ik vind het persoonlijk wel, maar ik hoor van mijn collega's ook. Dus ja, we doen het graag. Trots die de mensen daar uitstralen zijn fantastisch om te zien. En elke keer als een KLM vliegtuig voorbij komt, dan zeggen ze ook letterlijk van kijk, daar heb ik met mijn handen aan gezeten, daar heb ik aan gewerkt. Dat is fantastisch om te zien.